Dag lieve kijkbuiskindjes, leuk dat je weer kijkt. En natuurlijk ga ik over games praten. Deze keer Resident Evil Revelations 2. Maar allereerst Ori and the Blind Forest. De allereerste keer dat ik iets zag van Ori and the Blind Forest was ik eigenlijk gelijk verliefd. Dat is namelijk op de E3 vorig jaar en ineens draaide de camera ergens anders heen en dat iedereen lichtgevende armbandjes en het was gewoon erg mooi en de setting was fijn. Zeg natuurlijk niks over de game, maar het leek op Child of Light, dus ik was gelijk verkocht. In Ori and the Blind Forest ga jij op een prachtig en meeslepend avontuur met de witte beschermgeest Ori. Wanneer de kleine Ori door een heftige storm zijn huis zoek raakt, wordt hij geadopteerd door een beerachtig schepsel genaamd Naru. De twee beleven de nodige avonturen tot Naru komt te overlijden. Vanaf dit punt sta je er alleen voor en moet je het bos intrekken. Dit is uiteraard niet zonder gevaren. Ori and the Blind Forest is nu verkrijgbaar voor de PC en Xbox One. Ik maakte de vergelijking met Child of Light, maar deze klopt eigenlijk niet helemaal, want Child of Light is heel arty-farty en dat is Ori and the Blind Forest niet. Tuurlijk, hij is echt prachtig en niet alleen maar wat je allemaal ziet is heel erg mooi, maar ook het geluid. Zo mooi zelfs dat je gewoon de soundtrack nu van ik urenlang kan luisteren zonder het spel daadwerkelijk te spelen. En dit is echt awesome, je oren beleven echt een heel ding. Maar goed, dat zeggen we niks over het spel. En dat is kak moeilijk. Ik had het niet verwacht met de platformen, dat is zo schattig uit. Je denkt je, oh, dit speel ik wel even, maar holy guacamole. Ik ging non-stop dood. Het was zo frustrerend, maar tegelijkertijd zo fijn. Dat je denkt, oké, fuck it, ik doe het nog een keer. Nu ga ik het wel halen. En dan haal je het weer niet. Maar gelukkig kan je dit oplossen doordat je je eigen save point moet maken. Waardoor je niet een heel stuk opnieuw hoeft te doen. Je kan telkens vlak voor het gefrustreerde deel 7 en dan kan je het nog een keer proberen en nog een keer en nog minstens 100 keer. De gameplay is dus best lastig, maar qua besturing zie je eigenlijk niks nieuws. Behalve dan dat je nu een lichtbolletje bij je hebt en die vecht voor je. Dus wanneer je aan het vechten bent met dat lichtbolletje, moet je proberen te lopen met je eigen popje. En dit was ook best moeilijk, dat is even wennen. Maar dat lukt wel. Dus het ziet er echt heel tof uit en de hele wereld lijkt op elkaar, maar het verandert net genoeg om het interessant te houden. En dan leer je weer nieuwe abilities waardoor je nieuwe dingen kan en dan wordt het langzaamaan echt, echt heel moeilijk. Dus denk niet, oh wat schattig, dit is niks voor mij. Nee, zelfs de diehard gamers gaan minstens 100 miljoen keer dood en je zal ervan genieten. Ik weet dat het nog niet zo lang geleden is dat ik Resident Evil ging spelen en nu heb ik dan Resident Evil Revelations 2 gespeeld. Het klinkt als de opvolger van Resident Evil, maar is het dus niet. Het is een opvolger, een soort van Resident Evil Revelations uit 2012. Typisch een Resident Evil spel met een twist. Resident Evil is weer helemaal terug van weg geweest. Nadat onlangs een remake verscheen van de allereerste Resident Evil ooit, is het nu alweer tijd voor de release van de tweede Revelations. In Resident Evil Revelations 2 kruip jij wederom in de huid van Claire Redfield. Gezamenlijk met Moira Burton word jij ontvoerd om vervolgens gezamenlijk proberen te ontsnappen uit een onderzoekscentrum. Geheel in de stijl van Resident Evil betekent dit een gebrek aan wapentuig en genoeg gevaren die op de loer liggen. Het spel is zowel alleen als met z'n tweeën te spelen. Resident Evil Revelations is in 5 losse hoofdstukken of als een verzamelspel verkrijgbaar voor de PC, Xbox One, Xbox 360 en PlayStation 3 en 4. Ik gaf net al aan dat dit spel een bepaalde twist heeft. En het is niet omdat het verhaal zo bijzonder is of omdat de gameplay heel anders is, want het is dus echt een typische Resident Evil game. De twist is juist dat deze in episodes is uitgebracht. Deze kennen we inmiddels van Telltale Games en Square Enix is er laatst aan begonnen. Maar dit is al heel veel beter gedaan. Elke week kwam er dus een nieuwe episode van ongeveer 2 à 3 uur uit. Het voelt dus echt als een serie en niet dat je episode 1 speelt en dan de maand later episode 2. Dit was heel erg te behappen, want het was oké, deze week speel ik even 2 uurtjes. En het was zo goed gedaan. Ik dacht, oh, weet je, volgende week komt er een nieuwe uit. Wacht wel even en dan ga je gelijk weer verder spelen. Je zit echt nog in het spel en het is niet dat je eruit bent en denkt, who cares, ik ben alweer een nieuw spel aan het spelen.
Dus dat vind ik echt het meest positieve aan dit spel. En dat klinkt negatief, maar dat is het niet. Want met Resident Evil Revelations 2, wat ik al zei, we zien niks nieuws. Je speelt met verschillende teams en met verschillende tijden ook weer. En in teams je dan weer verschillende personages met allemaal een eigen ability. En op zich is het fijn gedaan, maar je ziet hier niks nieuws. Want dan heb je weer een van de creepy-ass meisje dat kan zitten en kan luisteren wie er allemaal rondloopt. En dit kennen we van The Last of Us. Natuurlijk zien we weer badass mensen, mensen met pew-pews. En we kennen het allemaal. Het is niet nieuw en het speelt wel oké, maar het ziet er ook weer niet super goed uit. Het is gewoon been there, done that, maar met een reden. Dus wel oké. Dat was de aflevering weer van deze keer, maar je weet het inmiddels wel. Je hoeft niet te huilen. We komen terug volgende week weer. Of je volgt ons natuurlijk op de social media. Volgende week speel ik White Knight en ga ik aan de slag met Mario. Appels, bananen en pudding. Hamburgers, pizza's en patat. Eigenlijk moet ik een keertje heel hard gillen dat je ineens in mijn oog zit ofzo. Ja, als je dat wil, dan kan ik ook gewoon. Ik ga gewoon doen. Ik ga gewoon terugstaan. Oké, nee, sorry. Yes. Niet, want Ori and the Blind Forest is niet zo arty-farty als Child of Light. En het komt omdat het echt een platform is en niet stiekem met wat RPG. Nice save. Oké, let op. Gaat goed komen nu. Maar dit spel is in series uit. Oh, dat is raar hè, in series. Dus één serie. Je mag hem afsluiten alweer. Oké.